Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik jullie 5 verschillende soorten planks laten zien. Want plank is hartstikke belangrijk voor je buikspieren, voor je houding. En als je houding goed is, dan voorkom je de kans op blessures. Of je nou aan het hardlopen bent, een krachttraining doet, aan zwemmen, noem maar op. Een sterke, stabiele buikspier is hartstikke belangrijk. En dat doe je nou eenmaal het beste met een plank. Je zou deze oefeningen allemaal achter elkaar kunnen zetten en er een circuitje van kunnen maken en dat 3 keer herhalen. Maar dat klinkt heel intens. Je zou ook een aantal van deze oefeningen er tussenuit kunnen pakken en die achter je workout kunnen plannen. Dus bijvoorbeeld als je een benentraining hebt gedaan, een upper body training, als je bent gaan zwemmen, als je bent gaan hardlopen. Mindport, als de kinderen in bad zitten en je hebt even een paar minuutjes over, gooi er een plank in en je gaat echt wel verschil merken. Want het is super zwaar. Het ziet er heel makkelijk uit, maar ze zijn heel zwaar. Voordat we aan de planks gaan beginnen, als je deze video nou leuk vindt, geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's en let's get planking. De eerste versie van een plank die we gaan doen is de traditionele plank. Die kan je staan doen, oftewel gewoon met je armen of op je ellebogen. En allebei werken natuurlijk even effectief. Het is maar net wat je prettiger vindt. Als je echt op je handen gaat staan, dan merk je ook wat meer kracht in je schouders nodig hebt. En op je ellebogen, ja, kan gewoon net wat minder prettig aanvoelen. De tweede versie is de up-down plank. Dat is dat je de combinatie maakt waar we het net over gehad hebben, op je handen of op je ellebogen. Het feit dat je in beweging bent zorgt ervoor dat je je buikspieren nog meer aanspant. De derde versie is een toe tap waarbij je je linkerhand naar je rechtervoet brengt en je rechterhand naar je linkervoet brengt. Ook hierbij ben je weer in beweging en doordat je het schuin doet, trigger je de schuine buikspieren ook een beetje extra. De vierde plank is een side turn plank. Hierbij ga je via de zijkant je arm omhoog doen. Door de beweging target je ook weer wat extra je buikspieren. En omdat je hem omhoog doet, ga je ook meer je obliques doen. Dus omdat je de schuine buikspieren en de love handles wat meer meepakt via deze plank. Dit is ook echt wel weer een hele goede evenwichtsoefening. En de laatste plankversie is de Superman plank. Deze vind ik zelf echt super uitdagend. Ik ben eigenlijk altijd bijna uit balans. Het is je tegenovergestelde arm en been de lucht in doen als een Superman. Zoals je ziet is het echt een evenwichtsoefening. Dat was het voor deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet dat duimpje omhoog niet en te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je in de volgende.